komkommerverhalen, want die is op. En dit is mijn laatste restje blush. Dus daar gaan we ook even nieuw van halen, want anders heb ik niet meer. En nou ja, ik moet dan nog naar de winkel. Ik moet weer even een nieuwe TikTok maken voor morgen. Dus daar moet ik ook nog even boodschappen voor doen. Want waarschijnlijk ga ik weer een eetcombinatie doen. 25 reacties, echt superveel. Bizar. Dus ik dacht, we gaan nu gewoon... Ik heb vanochtend heel weinig gedaan. En dat is echt niks voor mij. Ik ben normaal echt over de top met drukte en dingen doen. Maar ik dacht, nee, het is nu genoeg. We gaan nu even rustig aan doen. Goedemiddag. Ja, ik ga me ook echt nu pas klaarmaken. Ben je nu pas uit bed? Nee, ik ben al wel langer... Je ziet er anders uit zonder make-up. Ik vind het wel meevallen. Ja, Nico is ook heel erg druk. We gaan natuurlijk verbouwen. Dus dat is best wel veel. Oh, dat zou echt zo bizar veel zijn, Timo. Oh, Frida, leuk dat je volgt. Nee, hoe heet het? Nee, ik heb geen eigen nagelsalon. Nee, ik was om 8:15 ging de wekker. En ik was echt voor de wekker al wakker. Dus ik denk dat ik 8:15 wakker was of zo. En Nico moest om 8:15 eruit voor werk. En ja, ik val er daar gewoon niet meer in slaap. Dus toen ben ik er ook maar uitgegaan. Nou, toen heb ik dus heel de video geëdit die ik vanochtend online gezet heb. Want dat had ik nog niet gedaan. Daar heb ik echt 8000 jaar over gedaan om in te spreken. Want elke keer lukte het niet. Dat ik dan bijna klaar was. En dat ik dan dacht, nee, ik zeg echt iets heel raars opnieuw. Nou, dus die heb ik gepost vanochtend. TikTok en Instagram. Toen ben ik ontbijt gemaakt. Toen heb ik eerst mijn ontbijt laten aanbranden. Niet heel handig, maar goed. Toen heb ik dus opnieuw ontbijt gemaakt. Althans, ik kon de helft nog gebruiken, de andere helft niet. Dus hetgeen wat ik nog kon gebruiken, heb ik gewoon hergebruikt. Hetgeen wat echt verbrand was, heb ik weggegooid. Ik had zeg maar een wrap met ei en die wrap was helemaal aangebrand. Dus ik heb er gewoon een nieuwe wrap omheen gedaan. Maar die moest natuurlijk ook nog even in de pan. En toen ben ik op de bank gaan zitten, heb ik het opgegeten. Heb ik even een serie aangezet, heb ik even televisie gekeken. Een uurtje. En nou ja, toen ben ik net even gaan douchen. Al mijn dingetjes gedaan. Gewoon gechilled. En nu dacht ik, als ik nu niks ga doen, dan doe ik heel de week niks. Dus ik heb vandaag een verjaardag. Oeh, gefeliciteerd. Ik vergat het steeds. Je hebt leuke lijfjes. Ah, oh, super lief. Dankjewel. Ik heb precies hetzelfde. Maar soms denk ik, oké, even rustig chillen. Zo lastig. Ja, ik heb dat dus ook. Want... elke keer dat ik denk, oh, ik moet even rust nemen, dan denkt mijn hoofd, nee, maar je moet nog boodschappen doen. Anders ga je even boodschappen doen. En als ik onderweg ben naar de winkel om boodschappen te doen, dan denk ik, nee, maar eigenlijk moet je dit nog doen, dat nog doen, zus nog zo. En dan denk ik, oké, dan doen we heel snel boodschappen en doen we daarna dit en doen we daarna dat. En dan denk ik, ja, maar eigenlijk heb ik hier rust nodig. Goedemiddag. Herken je me nog van gisteren? Jazeker. Dus, nou ja, dat eigenlijk. Misschien... moet ik gewoon een cursus rust nemen volgen. Ja, precies dat. Ik heb zelf ADHD, maar zo lastig. Volgens mij heb ik geen ADHD, maar ik kan ook gewoon geen rust nemen. Ik kan gewoon niet stilzitten. Ik kan niet. Maar ja, ADHD is natuurlijk niet alleen druk zijn. Nog heel veel andere dingen erbij natuurlijk. Maar nee, ja, ik heb gewoon... ik kan niet gewoon een dagje niks doen. Dat werkt niet. Hoe graag ik ook zou willen, het lukt niet. Zoveel dingen doen is niet goed. Nee, maar ja, als ik het niet doe, gebeurt het niet. En ik zal toch moeten eten, dus ik zal toch naar de winkel moeten om eten te maken. Niks doen valt altijd verschillen. Irritant op je. Nou, ik heb dat ook. Als ik dan zit en niks, dan denk ik, ja, maar ik hoef wel aan dingen wel te doen, zeg maar. Ik vind het echt heel moeilijk om gewoon niks te doen. Mij lukt dat niet. Dan denk ik echt na een tijdje, ja, waarom doe ik niks? Ik ga me ook heel snel vervelen. Terwijl, soms moet Nico echt tegen mij zeggen, oké, jij gaat nu zitten op de bank. Liggen. En blijf. Zeg maar. Ja, klinkt echt heel stom. Maar anders dan ga ik alsnog dingen doen. Terwijl, misschien moet ik dat een keer niet doen. Ik begrijp helemaal, dankjewel. Hey Meert, ik mag jou echt. Dankjewel, Floor. Super lief. Nee, ja, ik weet niet. Ik vind het lastig ook nu. Dan ben ik eigenlijk moe. Maar eigenlijk denk ik, ja, ik heb wel zin om te sporten. Dus ik ga alsnog even sporten. Want ik voel me daar gewoon goed bij. Meestal als ik ga sporten, dan
Meestal heb ik er van tevoren al zin in, maar ik heb ook wel eens dat ik zeg maar dan nog geen motivatie heb, zeg maar. Maar zodra ik er dan denk ik, oh ja, let's go, weet je wel. En dan sta ik weer aan. Ik weet niet hoezo dat is. Dat werkt gewoon zo bij mij. I don't know. Dus ik dacht nu ook gewoon, ik ga eerst naar de winkel. Ik ga eerst boodschappen doen langs de kruidvat. Weet ik het wat ik allemaal moet doen. En daarna ga ik sporten. Maar ik dacht, ik ga wel nu alvast mijn sportkleding aandoen. Anders kom ik straks weer thuis, nadat ik 2 dingen gekocht heb. Ben ik thuis en dan denk ik, ja, het is heel leuk. En nu moet ik weer omkleden. En dan duurt het weer 3 jaar voordat ik omgekleed ben. Dus de sportschool dicht. Dus ik dacht, nee, we gaan het even anders doen dit keer. We gaan gewoon... Volgens mij is mijn voorhoofd echt veel te donker nu. Wanneer weer Fortnite of Just Dance? Ja, heel eerlijk, Mirta. Ik heb echt geen idee. Kijk, het is nu natuurlijk... We zijn ook lekker bezig met... We gaan verbouwen. En daar zit natuurlijk ook best wel veel... Nou ja, ik weet niet hoe je dat noemen wil, maar dat is best wel intensief natuurlijk. En er gaat best wel veel tijd in zitten en niet eens als je, omdat je ermee bezig bent. Ja, ook. Maar in ons geval is vooral Nico ermee bezig. Maar het speelt toch mee. Het is toch onbewust zeg maar een soort stressfactor dat je denkt, shit... Het is al bijna zover, wat moet ik nog doen? En snap je wat ik bedoel? Maar moet ik nog doen hoor? Hey! Heb je kinderen of wil je kinderen? Heb geen kinderen, wil uiteindelijk wel kinderen. Maar nu moet ik er echt nog niet aan denken als ik heel eerlijk ben. Het is leuk dat je volgt. Nee, ik volg maar heel veel toen mensen terug. Want ik krijg echt super vaak van mensen veel terugvolgen. Maar goed, ik heb dus een nieuwe video online gezet over hoe ik mijn nagels gedaan heb. Ik dacht dat is wel leuk met de code erin en zo. Zodat jullie terug kunnen vinden als je korting wil bij Pinkcellac. Kan je dat terugvinden in de video, dat is het makkelijkst. Maar ja, ik ben dus ook zo'n ei. Ik ben moe, hè. En I told you already, dus ik denk dat jullie dat wel weten. Ik had die video gepost op TikTok en ik wilde hem ook op mijn reel zetten. En ik had dus die TikTok gemaakt. En er staan dus twee stukken tekst in de video. En ik had hem dus opgeslagen met alleen het eerste stuk tekst. Dus toen moest ik nog voor Instagram... Moest ik hem weer een soort van opnieuw bewerken. Maar de eerste tekst staat er dus wel in. En dus moest ik een lettertype zoeken die er weer bij paste. Maar Instagram heeft weer andere lettertypen dan TikTok. Nou, ik dacht, hoe ga ik dit doen dan? Welke mascara gebruik je? Ik heb die van Kiko. Luxurious Lashes. Waterproof mascara. Maar vind je het leuk? Dan kan je mijn video gewoon vanochtend kijken. Want het is hoe mijn nagels gedaan zijn. Maar goed, dus dat is een beetje, ja, de planning is van naar de winkel, boodschappen, kruidvat, dat soort dingetjes. Oh, mijn internet is weg. Ik ga niet filmpje maken tijdens dodenherdenking, maar dat is ook niet nu, dus dat is vanavond. Vanavond ben ik niet live tijdens dodenherdenking, maak je niet druk. TikTok, als je dat blijft doen, dan ga ik je echt blokkeren, want het wordt echt heel vervelend. Vergeet live dat je het niet wilt doen en toch doe je het. Dodenherdenking is hele nacht, nee. Het is niet heel de dag dodenherdenking. Dodenherdenking is vanavond om 8 uur. Ja, bevrijdingsdag is de hele dag. Dodenherdenking is 's avonds 2 minuten lang. Je bent ook niet heel de dag, hou je mond toch? Mensen werken gewoon vandaag. Het is niet... Vanavond is dat pas. Vandaag is gewoon de dag waarop dat... De dag waarop... Ga je morgen nog wat doen? Morgen gaan we naar